Ik ben Catharina de Vries en ik ben zelfstandig ondernemer. Ik werkte eerst gewoon voor een baas. Uiteindelijk kwam ik zonder werk te zitten en ben ik een traject ingegaan met UWV. En op een gegeven moment was het zo dat ik toen een klus kon doen in mijn netwerk van een dag. Toen wilde ik dat netjes doorgeven aan het UWV. Dat heb ik toen ook gedaan. Dat vond ik een beetje onduidelijk. En toen heb ik nog geprobeerd om contact op te nemen met mijn case manager. Maar ja, die reageerde niet en die dag die kwam dichterbij. En toen dacht ik, nou ja, het zal wel goed komen. Maar dat liep even anders. En toen kreeg ik inderdaad een brief en ik maak hem open. En er stond dus in dat ik de regels zwaar had overtreden en dat ik een enorme boete zou krijgen en dat ik extra gekort zou worden omdat ik dus die regels had overtreden. Ja, en daar schrok ik gewoon wel van. Dat vond ik echt wel bizar. Ja, uiteindelijk is toen die boete, die is toen komen te vervallen en die korting die was een beetje opgehoogd, zeg maar. Dus uiteindelijk heeft die, zeg maar, die dag werken en netwerken heeft mij gewoon geld gekost. Ja. Mijn conclusie is nou eigenlijk dat als ik geen gezeik wil met het UWV, dat ik maar beter kan liegen of maar beter dingen niet kan melden. Want als ik het niet had gemeld, was er sowieso niks gebeurd. Toen dacht ik, nou, maar dit is echt raar. Want zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik wil gewoon open en eerlijk kunnen zijn. En nou wordt dat afgestraft. Het lijkt me ook echt heel ingewikkeld, zo'n UWV-organisatie. Ik snap ook dat ze gewoon hun werk aan het doen zijn en dat ze dat naar eer en geweten doen. Maar goed, ik hoop dat er meer geluisterd wordt en dat het meer gaat over de situatie ter plekke, zeg maar. En dat je dan in goed gezamenlijk overleg tot dingen kunt komen.